Terug naar Koen Bosma. De aanvaller speelt de komende maanden in Australië. Voor hemzelf een mooi avontuur, maar voor Quick Boys een domper. De hoofdklasser was al rond met Bosma, maar grijpt alsnog mis. Ja, Quick Boys is wel echt, volgens mij gewoon een van de mooiste amateurverenigingen in Nederland. En ja, op het moment dat ik daar, mede door de gesprekken die ik ook met Gert aan de wiel heb gehad, was ik daar toch wel heel erg enthousiast geworden. En dan komen, een mooie club in Nederland. Ik had een mooie baan aangeboden gekregen. Je mist je familie en je vrienden natuurlijk ook maand bij maand steeds meer. Nou, en als je dat dan allemaal bij elkaar samen doet, dan ga je denk ik heel erg twijfelen over, over wat je nou eigenlijk wil. En dat was niet makkelijk. En moet je dan maar vooral gewoon heel veel gesprekken over hebben met van alles en iedereen. Uiteindelijk... Is de mogelijkheid om in Australië aan de slag te gaan gewoon een te mooie om te laten schieten. En het zal er in de toekomst vast nog wel van gaan komen. Dus jij verwacht dat je volgend seizoen wel weer in Nederland komt te spelen? Of is dat moeilijk te zeggen? Het is zo moeilijk om te zeggen. Ik bedoel, het komt er allemaal op neer van hoe het loopt. Kijk, als ik hier de komende 5 maanden de pannen van het dak speel, dan zullen er misschien mogelijkheden zijn. Maar de kansen die mogelijkheden komen zijn ook weer heel erg klein, omdat je qua buitenlanders heel erg restrictie hebt, ook in Australië. En die halen over het algemeen, zeg even Patrick Zwaanswijk, allemaal dat soort spelers, 35, 36, die in Nederland eigenlijk niet meer echt kunnen, die halen ze hier en daar willen ze heel veel van leren. Dus je moet net een beetje mazzel hebben dat je een coach hebt die jouw type spel waardeert. Misschien gaat de coach die nu, mijn huidige coach, misschien krijgt die wel een kans in de E-League. Nou, als je het dan goed hebt gedaan en je kan goed met hem opschieten, dan opent dat misschien weer deuren. Maar goed, we weten het gewoon niet. We gaan nu gewoon de komende 4, 5 maanden gaan we hier, of 5, 6 maanden gaan we hier aan de slag. En wat we daarna gaan doen, dat hangt er gewoon echt af hoe de vlag er op dat moment voor staat. Maar om daar nu wat over te zeggen is nog een beetje lastig.